Hoe kan ik er op tijd bij zijn? Dikke darmkanker begint altijd met een heel klein gezwel, een polyp. Meestal kan een polyp geen kwaad. Maar soms worden polypen dikke darmkanker. Je voelt vaak niet dat je een polyp hebt. Deze polyp kan wel bloeden. En dat bloed komt terecht in onze darm en in onze stoelgang. Dat bloed zie je meestal niet. We weten dus niet dat we een polyp hebben. En ze groeien ook heel traag. Maar hoe weet je dan of je een polyp hebt? Met een heel eenvoudige test kan je nagaan of er bloed in je stoelgang zit. Als polypen op tijd worden gevonden, kunnen ze weggenomen worden. En dan kan die polyp niet meer uitgroeien tot kanker.